Nou, het is nog geen 8 uur. Hè? Nee. Nee, dat is nog bijna 10 minuten. Nee, als maar, anders vergeet ik het. Dat snap ik. Dus ik denk er ineens aan. En anders is de lezing afgelopen. En dan denk ik, ik moet hem even recorden. Dus vandaar. Kunnen we niet, hè? Ja, dus hij wordt gewoon weggesneden. Ja, ik heb ze allebei open. Recording. Ja, ik heb een bal te schoenen. Ja, misschien moet ik beginnen. Ik moet nu beginnen. Ja, maar dat doe ik toch pas. Start screen, zo. Ja. Nee, save, share, clean. Oh, share. En twee delen ook van 45 minuten. Ja. Dus 10 maart de tweede. 10 maart doet hij dan de tweede. 4 maart. 10. Oh, 10 maart. Wil de spreker ons allemaal zien of juist niet? Goedenavond Jan, met Bert Kreber. Wat wil je zeggen? Allemaal wil zien of juist niet. Het lijkt wel zo na zo'n leeg bord. Ja. Ik zou het gelukkig zelf wel kunnen zien, maar dan vraag ik het aan de spreker. Dat dacht ik, wat moeten we nou doen? Ja. Maar goed, dat laat ik aan jou over. Ik werd geen actie. Nee, die hebben ze zelf uitgezet. Dus, Ja, maar als ze spreken, laat ze allemaal maar zien. Dan weten we wie we zijn. Ja. Dan zou ik zeggen, laat maar zien allemaal. Dat zou ik zelf zeggen. Ja, maar ze zetten er zelf allemaal uit. Ja, maar dat hoeft natuurlijk niet. Dus spreek, ik kan er maar kiezen. Wat heeft hij liever? Lijkt me zo anoniem zo. Alsof je allemaal een mondkapje op hebt. Ja. Thank you.
Kunt u mij allemaal horen? Ja hoor, dat kunnen we hier zo. Ja hoor, dat kunnen we goed horen. Erop gezet. Oké, nu ben ik weer beter te horen. Ik heb nu even dit in. Ik hoor je. Ja. Ja. Ja, ik ben goed te horen hoor. Nou, het is 8:03. Ik begin even aan mijn... Er zit iemand tekeningetjes te maken. Ik hoor niets meer. Ja, het is nu bijna 8:00. Els. Ja, ik ben het aan het vertellen. Wat zeg je? Je had je microfoon uitstaan. Je had je microfoon uitstaan, we hoorden niks. Dus Je moet even opnieuw beginnen. Oh, dan begin ik even opnieuw. Rijn Arler zou vandaag over de molens van Amsterdam praten. Maar aangezien hij liever fysiek de presentatie geeft dan via Zoom... heb ik Walter Schoneberg bereid gevonden om zijn schuilkerk in twee delen te doen. En dan is vandaag het eerste deel en 10 maart, waarop die al gepland stond, is het tweede deel. We zullen ook waarschijnlijk de tulpen uit Amsterdam in twee delen doen. Hoe we dat precies gaan plannen, weet ik nog niet. Maar dat horen jullie bijtijds. Voor de rest wens ik jullie allemaal heel veel genoegen met... de vele schuilkerken die er in Amsterdam waren. Iedereen die kent ons liever hier op zolder, maar er waren er veel meer. En Walter gaat ons dat allemaal fijn vertellen. Ik zet mijzelf nu uit. Ja, goedenavond allemaal. Ik ben Walter Schoneberg. Ik ben architectuurhistoricus. En ik ga inderdaad vanavond iets vertellen over de schuilkerken in Amsterdam. Dat is een onderwerp waar je eigenlijk heel veel avonden over zou kunnen vertellen, want er waren echt heel veel schuilkerken. En het is dus onmogelijk om vanavond alle schuilkerken te behandelen. Ik zal een aantal voorbeelden laten zien en ik zal ook proberen iets te vertellen over het fenomeen van de schuilkerken in Amsterdam. Dat betekent dat het ook onvermijdelijk is dat we het gaan hebben over de cultuur van de Gouden Eeuw. Van waarom waren er schuilkerken en hoe moeten we dat plaatsen in de Gouden Eeuw? Daar zal ik iets over zeggen. U ziet hier een schilderij van de doopsgezinde familie van Jacob Bierens. Het schilderij heet De Harmonieuze Vissen. En u ziet, ja, het lijkt wel een viswinkel, want je ziet op de grond zie je allemaal schotels. Met verschillende soorten vis. Die Bierens, die je ook links net naar binnen ziet komen met een vis in de hand, was geen vishandelaar. Hij was een zijdekoopman. En waarom heeft hij van zijn keuken een soort vishandel gemaakt? Eigenlijk wilde hij daarmee laten zien
dat al die verschillende vissen die je hebt, die zwemmen allemaal in dezelfde zee. Dus het maakt eigenlijk niet zoveel uit wat voor vis je bent. Dus in de zee heb je ook harmonie tussen al die vissen en zo. Het is eigenlijk dus, ja, een soort parabel voor al die verschillende godsdiensten in de republiek, die ook in harmonie met elkaar zouden moeten samenleven. Dus religieuze verdraagzaamheid, dat is eigenlijk wat dit schilderij uitdrukt. Je ziet ook dat de zoon van Jacob Beerens, die bespeelt een muziekinstrument en dat staat natuurlijk voor de harmonie. Dus die religieuze verdraagzaamheid, die leidt ook tot een harmonieuze samenleving. Dus eigenlijk wordt hier vrijheid van godsdienst bepleit. Maar ja, dat is eigenlijk een moderne notie. Vrijheid van godsdienst, gelijkheid van de godsdiensten. Die ontstaat natuurlijk eigenlijk pas met de verlichting. En we hebben het hier over vanavond over de vroegmoderne tijd. De 17e en de 18e eeuw. Dus we moeten dat wel door de bril zien van de Gouden Eeuw. En proberen onszelf toch een beetje los te maken van onze moderne ideeën daarover. Nou, als we het dan over de periode van de Republiek hebben, de 17e, 18e eeuw, de vroegmoderne tijd in Amsterdam, dan is het natuurlijk van belang om te beseffen dat we op 26 mei 1578 een verandering van het stadsbestuur hebben gehad. Dat noemen we de alteratie in Amsterdam. Daarmee sloot Amsterdam zich aan bij de opstand van Willem van Oranje tegen de Spanjaarden. Er is in deze machtswisseling geen druppel bloed gevloeid. Je kan ook precies zien wat er precies gebeurde op die dag. Je ziet hier de Dam met op de achtergrond het middeleeuwse stadhuis. En we zien de wagen op de voorgrond. En op de achtergrond is nog net een stukje van de nieuwe kerk te zien. En op de voorgrond ligt een bootje. Die ligt in het water van het Damrak. Het Damrak liep helemaal door tot aan de Dam. En we zien in een grote optocht zien we dat de katholieke notabelen worden op een bootje gezet om ze uit de stad te voeren en letterlijk aan de dijk te zetten. Daar komt dus het gezegde vandaan, hè? Aan de dijk zetten. Die ceremonie werd herhaald voor enkele katholieke geestelijken. Vooral de gehate minderbroeders, hè, van het Minderbroedersklooster. Maar we moeten wel beseffen, niet alle katholieken werden uit Amsterdam uitgezet. Dat zou onmogelijk zijn geweest, want er waren gewoon heel veel katholieken. Misschien zelfs wel in de 17e eeuw was misschien zelfs wel de helft van Amsterdam nog gewoon katholiek, ondanks het feit dat er een protestant stadsbestuur was gekomen. Ja, en de vraag of er in de Republiek, hè, dus na die machtswisseling en het aan de macht komen van de protestantse kooplieden, hè, waarin de Republiek ontstaat, we ons hebben vrijgevochten van de katholieke Spanjaarden. De vraag was of in die Republiek zoiets mogelijk was als vrijheid van geweten en vrijheid van godsdienst. En die discussie die werd echt flink gevoerd in de Republiek. En vooral tijdens het 12-jarig bestand. Hè, als u allemaal goed heeft opgelet vroeger op school, dan weet u de jaartallen nog uit het hoofd. 12-jarig bestand, 1609 tot 1621. Nou, in die periode van 12 jaar was er dus even geen oorlog, even op dat moment. En was er dus alle tijd om onderling oorlog te voeren met elkaar. En strijd te voeren over de vraag wat de staatsinrichting moest zijn van de Republiek. En er stonden eigenlijk twee stromen tegenover elkaar. Dat waren de rekkelijke en de precieze, laat ik ze zo maar noemen. De volgelingen van Arminius, dat worden wel de remonstranten genoemd, met daartegenover de volgelingen van Gomarus, en dat zijn dan de contra-remonstranten. En het ging in die twisten, ging het eigenlijk over de vraag of de mens een vrije wil heeft. En uiteindelijk leidt dat ook tot een opvatting over de tolerantie. Want het is natuurlijk duidelijk dat je bij een vrije wil heb je ook vrijheid nodig. Nou, daar kan je dus heel erg van mening verschillen. En dat gebeurde dus ook. En de remonstranten waren in de praktijk dus heel erg vrijzinnig. Die vonden dat er tolerantie moest zijn, religieuze tolerantie. Terwijl de contra-remonstranten heel rechtzinnig en heel streng waren. Zeiden van, er is eigenlijk maar één geloof, dus tolerantie hoeft helemaal niet te zijn. En waarom zouden we vechten tegen de Spanjaarden en onze vrijheid hebben gewonnen om vervolgens die vrijheid weer weg te geven? Dat kan niet de bedoeling zijn. De remonstranten
die ja, op een gegeven moment wordt Arminius opgevolgd door Episcopius. Daar ziet u hier een afbeelding van. En vooral hij speelde een hele belangrijke rol in het tolerantiedebat in de Republiek. Volgens Episcopius ja, zijn de christenen, van welke soort ze ook zijn, het toch eigenlijk allemaal in hoofdzaken met elkaar eens. En ja, waar dan over getwist wordt, dat zijn eigenlijk bijzaken. En hij zei eigenlijk, die verscheidenheid in het geloof, die is niet schadelijk, maar zelfs heel waardevol. Elke stroming bevat als het ware een wat fragmenten van de vrijheid. En dat betekent dat je verdraagzaam moet zijn, want dat is goed voor de staat. Want dan krijg je discussie, dan krijg je ook de beste keuzes. Maar ja, daar waren de contra-remonstranten het natuurlijk niet mee eens. Dat leidde echt ook tot rellen in Amsterdam. Je ziet hier een plaatje van plundering van een remonstrantse kerk in 1617. Dus er was al een remonstrantse kerk in 1617. Maar dat was dan in een pakhuis. Hè, want de officiële kerken waren natuurlijk door de Calvinisten in gebruik. En dat waren de contra-remonstranten, hè, dat zijn de Calvinisten. Dus ja, je ziet hier een plundering van de remonstrantse kerk in 1617. Nou, Episcopius die heeft toen in 1627 een pamflet geschreven over de vrije godsdienst, waarin hij onbeperkte vrijheid van geweten en geloofsuitoefening pleitte voor alle kerken en individuen, ook de katholieken en de joden. En dat was eigenlijk voor die tijd een heel opmerkelijk en modern standpunt. Op dat moment is de raadspensionaris, dat is zeg maar de voorloper van minister-president Rutte, maar dan ja, in het begin van de 17e eeuw, Johan van Aldebarneveld was de raadspensionaris. En tegenover hem stond prins Maurits. Van Aldebarneveld die was heel libertijns. Die was het eigenlijk eens met de opvatting van Willem van Oranje dat, ja, dat er een vrijheid van geloof moest zijn. Dat gold dus ook voor andersdenken. Nee, hij heeft niet meteen kapot na een hoge zee. Maar prins Maurits, die... Ik kreeg de brief persoonlijk overhandigd. Ik zal even stoppen tot iemand de microfoon uitzet. Kun je daarvoor zorgen, Els, dat ik niet allerlei geluiden doorheen te horen krijg? Nee, dat Bert Kremer hier, dat doe ik hier, maar dat is nu allemaal weer uit. Oké, de vragen mogen overigens wel gesteld worden, hè? Maar dan zet u even uw microfoon aan, dan stelt u uw vragen, dan zet u weer uit. Want ik heb liever niet dat ik het NOS Journaal door het geluid heen krijg, want het is storend voor andere mensen. Nou, Van Oldenbarneveld was rekkelijk. De prins was heel precies. Eigenlijk maakte de prins gebruik van ja, de strijd in de Republiek om zijn eigen macht tegenover de regenten te vergroten. En dat leidt dan uiteindelijk tot een synode van Dordrecht, waarin de remonstranten eigenlijk uit de kerk worden gedreven. Dus die worden gedwongen om een eigen geloofsgemeenschap te stichten. En daarmee komen de strenge Calvinisten aan de macht in de Republiek. En dat is dus slecht nieuws voor de vrijheid van meningsuiting en ook de vrijheid van godsdienst in de Republiek. Overigens heeft de synode van Dordrecht ook een aantal andere belangrijke zaken geregeld, want ja, er werd dus nu bepaald wat het officiële geloof is, dus ook kwam er een publieke kerk, hè, dus daar is geen scheiding van kerk en staat in de Republiek, er is één publieke kerk, dat is de kerk van de staat. En daar hoort ook een officiële statenvertaling bij, wat u hier ziet, die dus in 1619 is vastgesteld. En daarmee is het officiële geloof van de staat, en we kunnen bespreken van de publieke kerk, gevestigd. En dat betekent automatisch dat alle andere geloofsgemeenschappen tweede rangs zijn. Nou, de uitdrijving van de remonstranten, betekent ook het einde van Johan van Oldenbarneveld. Die wordt onthoofd op 13 mei 1619. Toch wel een van de zwarte bladzijden uit de geschiedenis. Maak het kort, zou hij gezegd hebben, op het Binnenhof hier in Den Haag. En hier ziet u de uittocht van de remonstranten in 1619.
Ja, dat betekent dat remonstranten het leven zuur worden gemaakt in Amsterdam. En je ziet hier, dit is ook wel een aardig verhaal over een remonstrantse predikant uit Hoorn die naar Amsterdam was vertrokken. Maar hij werd in Amsterdam herkend door iemand. Iemand die riep, daar gaat Satma, die ons getrouwd heeft. Dat was iemand die in Amsterdam woonde, maar die in Hoorn was getrouwd. Dus die kende deze remonstrantse predikant. En hij werd toen naar de gevangenis gebracht, het Rasphuis aan de Heilige Weg. Maar daar wist hij uit te ontsnappen, want hij was na enige tijd mocht zijn vrouw hem bezoeken. En hij is toen in de kleren van zijn vrouw, wist hij uit het Rasphuis te ontsnappen. Dat is wat hier uitgebeeld is. Nou, gelukkig was dat strenge regime van de Calvinisten in Amsterdam van korte duur, want het paste eigenlijk niet bij het karakter van de koopmansstad Amsterdam. En je ziet al vrij snel, als de oorlog weer wordt hervat in 1621, dus het einde van het 12-jarig bestand en de oorlog tegen Spanje weer wordt hervat, dat dan in Amsterdam zelf er ook weer een kentering komt. De Libertijnse regenten die komen in de loop van de jaren daarna toch weer aan de macht. In 1622 wordt Reinier Pauw, een strenge Calvinist, niet herkozen. En binnen enkele jaren zitten dan toch een aantal Libertijnse regenten op het plus, zoals Andries Bikker, u ziet in welke jaren die is aangesteld als burgemeester, en Jacob de Graaf. En dat zijn vertegenwoordigers van de Libertijnse kooplieden in Amsterdam, die vonden dat Amsterdam een tolerante stad moest zijn. Maar ze hadden wel te maken met de gereformeerde kerkenraad. En het was de publieke kerk, de gereformeerde kerk. Dus dat betekent dat men dat niet alles mogelijk was. Dus men moest een beetje schipperen. En op die manier is eigenlijk dat typische Amsterdamse uitgevonden van het gedoogen. Dus dat houdt in van, er is weliswaar een officiële kerk, de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk, de Westerkerk, die worden gebruikt door de publieke kerk, hè? Wat we vroeger de Nederlands hervormde kerk genoemd. Inmiddels heet het weer de Protestantse kerk overigens. Maar dat betekent tegelijkertijd dat de anderen eigenlijk wel hun gang mochten blijven gaan, zolang althans de openbare orde niet werd aangetast. Maar men moest ook wel de kerkenraad te vriend houden. Want anders zou er weer geklaagd worden bij het Hof van Holland. Dus het was een beetje een precair evenwicht. En het was de kunst van het stadsbestuur om dat evenwicht in stand te houden. En in die context ontstaat er dus een specifieke situatie van toch een soort gedogen. Wat natuurlijk typisch Amsterdams is, dat andere geloven, die worden dan met rust gelaten. En zolang ze niet opvallen en vooral niet al te zichtbaar zijn, zal niemand ze iets in het weg leggen. Hoezeer de kerkenraad ook klaagt en zeurt en smeekt en eist dat het Amsterdamse stadsbestuur iets doet tegen die andere geloven en gezindten. Maar het stadsbestuur wil dat gewoon niet, gaat dat gewoon niet doen. Nou, dan ontstaat er dus toch een heel typisch sfeertje in de koopmansstad Amsterdam, waarin dingen mogelijk zijn die in andere plaatsen toch echt niet mogelijk zijn. We zien hier dat, dit is een schilderij van een remonstrantse koopman, die remonstranten die keren dus allemaal terug in Amsterdam als het Libertijnse stadsbestuur aan de macht is gekomen. Dit is Episcopius, die keert ook terug in Amsterdam. En dit is de remonstrantse predikant Johannes Uitenboogaard, die door Rembrandt heel fraai is weergegeven. En kijk maar eens wat een prachtig portret dat is van deze remonstrantse predikant. Hij was ook gevlucht naar Antwerpen toe en is in 1625 weer in Nederland teruggekeerd en predikte daarna weer in remonstrantse kerken. Rembrandt die gaf trouwens ook allerlei andere interessant dat Rembrandt ook echt heel veel andere geloven, anders dan de publieke kerk, in beeld heeft gebracht. Hier zien we
door Rembrandt geschilderd. Een doopsgezinde predikant, Cornelis Anslo, met zijn vrouw. Heel prachtig weergegeven door Rembrandt. Je ziet echt dat Rembrandt hier weergeeft van ja, waar dat protestantisme voor staat, hè, namelijk het woord. Dus dat is heel mooi weergegeven met die hand, dat handgebaar. Hij vertelt heel duidelijk waar het om gaat. Hij is als het ware aan het prediken, in dit geval dan aan zijn vrouw. Maar ja, dat is een prachtige uitbeelding. Ja, zo ontstaat dan, vooral in de tweede helft van de 17e eeuw, een ongeëvenaarde diversiteit aan gezindten in Amsterdam. Ik heb op deze kaart van Gerrit de Broen uit 1732 heb ik voor u alle kerken, schuilkerken en synagogen in het Republikeinse Amsterdam weergegeven. En u ziet heel duidelijk hoe groot die diversiteit aan kerkelijke gezindten is. U ziet het dus in verschillende kleurtjes. U ziet op deze kaart van Amsterdam ziet u een aantal rode stippen. Dat is de publieke kerk. Dan hebben we het over de Oude Kerk, de Nieuwe Kerk, de Noorderkerk, de Zuiderkerk, de Westerkerk. Dat zijn de officiële stadskerken. Die worden door de stad, die worden door de stad onderhouden. Ze hebben eigendom van de stad. Dus de publieke kerk. Het is dus geen scheiding van kerk en staat. Hè, want dat is iets van na de Franse Revolutie. Dat bestaat nog niet in de vroegmoderne tijd. En behalve de publieke kerk ziet u verder nog heel veel andere kerken. We zien heel veel gele stippen. Dat zijn de katholieke kerken. Nou, ik zal zo dadelijk laten zien dat dat vooral huiskerken zijn. En dat is ook de reden waarom er zoveel katholieke kerken zijn. Want huiskerken zijn kunnen natuurlijk niet groot zijn. Dat zijn maar kleine kerken. Dus dat betekent dat je er ook heel veel nodig hebt. En ja, verder was het natuurlijk zo, wat ik net al vertelde, dat Amsterdam eigenlijk altijd een katholieke stad is gebleven. Ook na de alteratie. Inmiddels denken we dat misschien zelfs wel de meerderheid van de Amsterdammers ook in de 17e en de 18e eeuw katholiek was. Het is de protestanten nooit gelukt om echt de meerderheid van de bevolking als kerklid in zich te verenigen. De katholieken zijn altijd belangrijk gebleven. En dat kan je ook wel zien aan deze grote hoeveelheid katholieke schuilkerken die echt zich overal bevonden. Wat we verder nog zien zijn dat zijn oranje driehoekjes. Dat is de Remonstrantse kerk, wat dus een afscheiding is, hè, van de protestanten, wat ik u net heb verteld. Dan hebben we verder nog de Luthersen, hè, wat natuurlijk een heel andere variant is dan het Calvinisme, wat in Nederland zegevierde. En dan hebben we ook nog de doopsgezinden. En verder zien we ook nog, Luthers is, dat zijn groene driehoeken. De doopsgezinden, dat zijn lichtgroene driehoeken. En dan hebben we ook nog blauwe sterretjes. En dat zijn de synagogen van de Joden. Wat dat betreft is er wel een verschil tussen al die gezindten enerzijds en de Joden anderzijds. Want het valt natuurlijk op bij de Joden dat die echt in één deel van de stad zitten. Hè? Dat is de Jodenwijk. Vandaar dat alle blauwe sterretjes zich in één deel van de stad zijn geclusterd. En dat is bij die andere kerkstromingen, richtingen, gezinten, is dat niet het geval. Die zijn meer over de stad verspreid. In elke buurt heb je dan een kerk nodig. Nou, laat ik eerst iets zeggen over de katholieken. Er is door de kerkenraad natuurlijk heel goed bijgehouden waar die paapse vergaderplaatsen waren, zoals ze dat noemden. De kerkenraad van de publieke kerk die wilde natuurlijk niet dat de katholieken samenkwamen en kerkdiensten hielden. En ze wilden dat het stadsbestuur daartegen optrad. En om dat te doen, hielden ze heel goed bij waar die paapse vergaderplaatsen precies waren. En er is een lijst bekend uit 1656 van waarin in totaal 66 adressen
zijn geïnventariseerd waar paapse vergaderplaatsen waren. Wat natuurlijk ja, een beetje een slecht woord is voor katholieke huiskerk. Want het was de katholieken dus niet toegestaan, net als de publieke kerk, om kerkgebouwen op te richten. Dus ja, het was officieel zelfs verboden. Dus dat betekent dat men gebruik ging maken van huiskerken. Dus dat men, omdat men zijn kerken had verloren, in huis, dus bij katholieken thuis, ruimtes ging gebruiken om daar kerkdiensten te houden. Nou, dat werd dus allemaal bijgehouden en verzameld. Die originele lijst die de kerkenraad heeft opgesteld in 1656, die kennen wij vanwege een artikel uit een blad, de Navorser uit 1871, want het origineel uit 1656 is verloren gegaan. Die bevindt zich niet meer in het stadsarchief. Maar gelukkig is er in 1871 een publicatie geweest. Dat ziet u hier staan. Daar is over geschreven door Van Ege in het Maandblad Amsterdam Dame in 1953. Ik zeg dat allemaal even bij, dan kunt u dat later zelf nog opzoeken als u wilt. Vanwege die heruitgave weten we welke plaatsen, adressen er allemaal op die oorspronkelijke lijst uit 1656 bestonden. En daar is ook een boekje over uitgegeven in 1984 van Wim Tepe, dat is wat u hier ziet staan, waarin wordt verteld welke katholieke huiskerken er allemaal waren. Dus als u daar, want ik kan het onmogelijk die vanavond allemaal gaan bespreken, dus als u ze allemaal wilt weten, dan kunt u dat in dit boekje opzoeken. In het stadsarchief bevindt zich wel een akte van de kerkenraad uit 1681. Dat kunt u opzoeken in het stadsarchief. En daarin kunt u een opsomming terugvinden van 26 katholieke huiskerken. En dat is gewoon via het internet op de website van het stadsarchief te raadplegen. Nou ja, dat het nodig was om steeds weer nieuwe lijsten te maken en weer opnieuw bij het stadsbestuur in te dienen, dat bewijst op zich al dat het stadsbestuur niet erg effectief was in de bestrijding van de katholieke eredienst. Want iedere keer werd er weer een nieuwe lijst gemaakt door de kerkenraad en ingeleverd. En daar kwamen ook steeds weer diezelfde kerken op voor. Want het stadsbestuur weigerde in de praktijk op te treden tegen de katholieken. Dus de kerkenraad die kon het wel vinden, maar het stadsbestuur deed er gewoon niets tegen. Dat blijkt ook uit het boek van Wagenaar, het bekende geschiedenisboek uit de 18e eeuw, waarin een beschrijving wordt gegeven van de geschiedenis van Amsterdam, maar ook een beschrijving van de stad zelf op dat moment in de 18e eeuw. En daarin worden alle kerken beschreven, maar dat is opvallend genoeg, want Wagenaar was officieel in dienst genomen als de geschiedschrijver door het stadsbestuur van Amsterdam. Dus dan is het opmerkelijk dat ook in het boek van Wagenaar er meer of meer een officiële lijst is opgenomen van alle katholieke statiën. In het boek van Wagenaar worden er 24 statiën beschreven. Er is ook een exemplaar van Wagenaar in het stadsarchief, waarin er door een eigenaar van dit boek van Wagenaar, we weten niet precies wie, tekeningetjes zijn gemaakt met een beschrijving van al die statiën. En dat is dus ook een hele belangrijke bron, dat we weten om welke huizen het precies ging. U ziet hier een voorbeeld van een woonhuis waarin dus een katholieke huiskerk was gevestigd. En door dit overzicht weten we dus heel aardig waar in de 17e eeuw en in de 18e eeuw katholieke schuilkerken waren. Nou, in de 19e eeuw is daar ook een overzicht van gemaakt. U ziet hier een aantal voorbeelden van katholieke huiskerken, waardoor de kerkenraad zo over werd geklaagd. En we weten dat er in die periode van de 18e eeuw er ongeveer 60 katholieke priesters in Amsterdam waren. En dat is twee keer zoveel
als er gereformeerde predikanten waren. En dat komt dus omdat er zoveel huiskerken waren. Relatief kleine kerken waar hooguit een honderdtal gelovigen konden samenkomen. En hier ziet u een paar van die voorbeelden. U ziet helemaal linksboven de Begijnhofkapel, waar ik zo dadelijk iets meer over zal zeggen. En dan ziet u bijvoorbeeld de Zaaier op de Keizersgracht, de Posthoorn op de Brouwersgracht, het Boompje op het Rokin, de Papegaai in de Kalverstraat, het Hart op de Ouderzijds Voorburgwal, daar zal ik straks ook iets van laten zien, de Ster in de Spinhuissteeg en het Stadhuis van Hoorn, dat is de latere Dominicus op de Nieuwezijds Achterburgwal, oftewel de Spuistraat. Nou, veel van deze huiskerken die herkennen we niet, omdat ze in de 19e eeuw zijn vervangen door grote kerken, die dus in de plaats kwamen van die kleine huiskerken. Maar deze tekeningen die geven de situatie weer zoals het was, voordat in de 19e eeuw al die katholieke kerken werden gebouwd, zoals de Posthoorn en de Dominicus. En daardoor kunt u zien dat het eigenlijk gewoon woonhuizen zijn. Je kan dus vanaf de straat kan je niet zien dat daar zich een schuilkerk bevindt. Ja, neem bijvoorbeeld het Begijnhof. Nou, het Begijnhof was eigenlijk de enige katholieke instelling die na de alteratie kon blijven bestaan. Dat is ook logisch, want de huizen waren particulier eigendom. Dus de stad kon niet zoals bij de kloosters dat onteigenen en sluiten. Dus het Begijnhof bleef gewoon bestaan. Wel werd de Begijnhofkerk door het stadsbestuur weggegeven aan de Engelse Presbyterianen. Dus dat betekent dat men op het Begijnhof zelf in een woonhuis een huiskerk moest stichten. Nou, dat werd het woonhuis tegenover de Begijnhofkerk, die als huiskerk werd ingericht en de kerk werd gewijd aan de heilige Johannes en Ursula. Hier ziet u een uitbeelding van Ursula. Dat is de patrones van de Begijnen, dus het is op zich wel logisch dat men koos voor deze heilige. En ja, hier ziet u twee woonhuizen die verbouwd is tot een schuilkerk. Ja, het ziet er, omdat er kerkramen in zitten, zie je natuurlijk meteen dat het een kerk is. Maar dat is niet de oorspronkelijke situatie. Dat is zo pas in de 19e eeuw is dat gedaan. U ziet op het tekeningetje rechtsboven, ziet u de oorspronkelijke situatie zoals die in de 17e eeuw en de 18e eeuw was. En dan ziet u dat het gewoon woonhuizen zijn met kruiskozijnen, met luiken erin. Dus je kan helemaal niet zien aan de buitenkant dat het een huiskerk is. En als je, het was in eerste instantie alleen het linkergedeelte. Pas later, in de 19e eeuw, is de kerk vergroot. En twee huizen eigenlijk bijgekomen, waardoor die geknikte gevel is ontstaan. Maar oorspronkelijk zat de schuilkerk alleen in het linkergedeelte. En dat is ook wat u rechtsonder op de plattegrond ziet. En dan zie je dat achter de voorgevel, drie ramen breed, bevindt zich een breder pand. En dat was, dat had een hele vreemde vorm. Dat liep naar achteren breder uit. En dat werd gelijkmatig gemaakt door galerijen, door in de vloer een opening te maken, waardoor je deze situatie krijgt. En dan krijg je dus een galerijkerk. En door die opening in die vloeren te maken, in twee vloeren, heeft men van die onregelmatige plattegrond toch op het oog iets regelmatigs gemaakt. En dat is overigens de uitvinding van de galerijkerk. En dat houdt in dat je, je hoeft eigenlijk maar een paar stukjes uit de vloeren van een woonhuis weg te halen en dan heb je een hoge opening met daaromheen de restanten van de vloeren die je hebt opengemaakt en die kun je dan als galerij gebruiken, zodat je op die kleine oppervlakte heel veel kerkgangers kunt samenbrengen. En dat is het grote voordeel van zo'n galerijkerk met meerdere galerijen boven elkaar, dat je dus dat je in die kleine oppervlakte toch eigenlijk een hele grote kerk kunt maken, omdat de mensen op verschillende verdiepingen kunnen gaan zitten. Nou, dat is dus heel duidelijk gerealiseerd in deze Begijnhof, in dit Begijnhofkerkje. U ziet op het altaar,
Het altaar, dat heeft dus die hoogte door die openingen in die vloeren. Dat kun je ook op deze foto, kan je dat goed zien. Want hier zit je eigenlijk onder die galerij met een opening in het midden. En dan zie je dat het dus eigenlijk in de breedte is. Hè? Behalve in de hoogte, ook in de breedte. En waardoor het mogelijk is om 3 altaren te hebben. De oorspronkelijke 17e en 18e eeuwse altaarstukken die u hier ziet, die waren overigens verloren gegaan. Maar die, althans, die waren verkocht. Maar die zijn uiteindelijk toch weer teruggekocht en teruggekomen in de Begijnhofkapel. Een andere katholieke schuilkerk is de Krijtberg op het Singel. Dat is niet de Krijtberg zoals u die kent, want dat is een 19e eeuwse kerk. Daarvoor had je een schuilkerk. En hier ziet u een tekening daarvan uit de 18e eeuw van de schuilkerk de Krijtberg, die achter een woonhuis was gesticht door een jezuïet, Pieter Laurenszoon. U ziet dat ook dat het een galerijkerk is, dus het is helemaal vergelijkbaar met de Begijnhofkerk die we net zagen. Je hebt een centraal middengedeelte en daaromheen galerijen waar je op meerdere verdiepingen kan zitten om de kerkdienst bij te wonen. En deze schuilkerk die bevond zich dus op het binnenterrein achter het pand aan het Singel. En om de situatie goed weer te geven, laat ik u deze kadasterkaart zien. En dan ziet u 2 schuilkerken naast elkaar. De linker is een doopsgezinde schuilkerk, die we zo dadelijk zullen zien. Rechts ziet u dan de schuilkerk de Krijtberg. Dat is dus niet de kerk die u op de foto ziet, want die is uit de 19e eeuw. U ziet op de kadasterkaart rechtsboven ziet u de locatie van de schuilkerk. En de nieuwe kerk, de Krijtberg, die in de 19e eeuw daarnaast is gebouwd. Dus op de kadasterkaart links is die nog niet te zien. En dan ziet u dat, dat de schuilkerk dus inderdaad niet aan de gracht zelf, maar daarachter is. En dat je er via een gang vanaf het Singel naartoe kan komen. Die schuilkerk die is er niet meer, want die is gesloopt toen de 19e eeuwse kerk is gebouwd. Dus die is, helaas kunnen we die niet meer zien. Het enige wat je nog een beetje van kunt ervaren is dat als je door de pastorie, links van de huidige kerk, de Krijtberg, als je daar naar binnen gaat, dan heb je daar een gang die naar het achterterrein leidt. En dat is precies de plek van de gang, de steeg eigenlijk, gang die door het grachtenhuis heen liep naar de schuilkerk die daarachter was en die u hier ziet. Dat is de oude situatie die dus niet meer is omdat deze schuilkerk gesloopt is. U ziet hier overigens ook een heel belangrijk altaarstuk gemaakt door Jacob Jordaens, een schilder uit Antwerpen. Die dus ook voor de katholieken werkte. U ziet hier natuurlijk de kruisdraging. Dit schilderij is overigens bewaard gebleven, want het is nu in het Rijksmuseum. Het is een belangrijk katholiek altaarstuk van de schuilkerk, de Krijtberg. Wel een goed bewaard voorbeeld van een huiskerk, katholieke huiskerk, is Onze Lieve Heer op Zolder, op de ouderzijds Voorburgwal. Hier kunnen we eigenlijk goed zien hoe dat hele idee van zo'n galerijkerk ontstaat. Want hier hebben we, veel van die huiskerken zijn niet meer bewaard gebleven, dus we moeten het doen met de voorbeelden die bewaard zijn gebleven. En dit is dus een voorbeeld die bewaard is gebleven. Dit is echt nog een huiskerk. Want we zien hier gewoon een woonhuis aan de gracht. Een ontzettend groot woonhuis op de hoek van de Heintje Hoeksteeg en de ouderzijds Voorburgwal. En u ziet wel dat het pand heel erg diep in de steeg doorloopt. Het is bijna een pakhuis qua omvang en diepte. Met 2 hele grote zolderverdiepingen. En op die 2 zolderverdiepingen, daar bevond zich dan de huiskerk. En dat kunnen we dus een zolderkerk noemen, omdat die huiskerk op de zolder was gevestigd. U ziet op de doorsnede
Op de tekening rechtsonder ziet u de twee bovenste verdiepingen onder de kap. Dat is de locatie van de zolderkerk. Als u goed kijkt, dan ziet u dat de balkenvloer dat die, op een gegeven moment ophoudt, omdat je daar een opening hebt in de vloer, waar dus een galerij van is gemaakt. Dus je ziet ook helemaal achterin zie je het altaar staan, en die staat dus in die opening, die is ontstaan door een deel van de vloer weg te halen. Dat kunnen we ook... dat kunt u ook zien op deze platte grond. Dan zie je rechts de bovenste twee zolderverdiepingen in dit gebouw. En dan zie je dat er een rechthoekige opening is gemaakt in de vloer. Om dus van die vloeren galerijen te maken, om het idee van die kerk te realiseren. De ingang was aan de zijkant. Toen dat hoekpand op de Heintje Hoeksteeg werd gesloopt, konden we deze foto maken. Zo krijg je een prachtig beeld op deze 17e eeuwse zijgevel. En dan ziet u, behalve die achterhuizen, een van die achterhuizen, daar woonde de priester. Want het voorhuis was natuurlijk in gebruik door de eigenaar van dit pand. En dat was de koopman, kousenkoopman Jan Hartman, die dus op gulle wijze zijn huis ter beschikking had gesteld aan de katholieke kerk. U ziet dus die kerkingang, ziet u, dat is die grote deur in de zijgevel. En daarachter bevond zich een heel groot trappenhuis, om dus de gelovigen helemaal naar de zolder te kunnen voeren waar de kerk zich bevindt. Dus je hebt daar best enorme trappen. Uiteindelijk leidt het ook tot speeltrappen over de twee zolderverdiepingen heen om op die galerijen te kunnen komen. En vanuit die galerijen kijk je dan in die opening die dus is gecreëerd door een deel van de vloer weg te halen. Daar is dan vervolgens op de restant van de vloer die dan overblijft, is een balustrade gezet. En op die manier maak je van twee zolders een kerkgebouw. En op die manier ontstaat dus dat idee van die galerijkerk. Hè? U ziet hier vanaf de bovenste verdieping heb je, dit is de bovenste galerij, daar zit je dus echt net onder het gewelf. Wel grappig dat hier dus in die onder het zadeldak van stukwerk ook toch weer een gewelf is gemaakt om het idee van een kerk te geven. Ik zie dat er een vraag is. Gaat uw gang. U heeft een vraag? Dat mag. Zeg het maar. Moet ik wel een microfoon aanzetten? Nou, ik hoor niet. Hier ziet u trouwens die balustrade. En daar zit ook een raveling in de balkenlaag. Dat betekent dus dat daar een schouw heeft gezeten. Nou, dat is dus... Toen daar een kerk van gemaakt is, was er voor die schouw geen ruimte meer. Dus je ziet wel de raveling nog, maar geen schouw. Dus het geeft wel aan dat dat de verandering van dit pand naar een zolderkerk echt een verandering is van dat pand. Hier ziet u het altaar. En het altaar bevat een altaarstuk van Jacob de Wit. Een belangrijke schilder uit de 18e eeuw. Dit altaar is ook uit 1736. Dus ja, de zolderkerk is uit de 17e eeuw. Maar er is in de 18e eeuw is dit altaar gemaakt. Met, hier ziet u het altaarstuk van Jacob de Wit. Het stelt de doop in de Jordaan voor uit 1716. Je ziet dat Jacob de Wit ook heel erg beïnvloed is, hè, door Rubens. Dus dit is zo katholiek als het kan, zou je kunnen zeggen. Nou, wat ook echt heel bijzonder is, is dat dat 17e eeuwse huis ook bewaard is gebleven. Dus je ziet
ja, ook een, ja, het huis van Jan Hartman zelf in het voorhuis. En dit is de zaal van Jan Hartman. Echt een 17e-eeuwse klassicistische zaal met een cassetteplafond, schouw, plafondschildering ook. Ja, dat is toch wel heel bijzonder. Dus dan krijg je dat idee van zo'n huiskerk, wordt dan wel heel erg ja, levend, duidelijk. Nou, af en toe vinden we in de stad nog wel eens de restanten van een katholieke schuilkerk. Je moet het echt weten, anders weet je het niet. Maar op, dit is een voorbeeld daarvan. Op de Raamgracht bevindt zich een pand. Nou, dan zou je aan de buitenkant niet zeggen dat daar een, ja, dat dat een kerk is. Maar als je naar binnen gaat, dan blijkt dat, ja, dat daar een jezuïetenkerk is. En het is ook weer direct herkenbaar aan de galerijen. Je ziet hier echt weer het typisch, dat typische type van de schuilkerk in Amsterdam, namelijk een galerijkerk. Je ziet hier een opening, ook weer in een vloer, waardoor die kerk wordt gevormd en je die galerijen hebt. En die opening, die ziet u hier heel duidelijk. En om dat te kunnen realiseren, zijn er zuilen geplaatst onder die galerijen. Dat is natuurlijk voor de constructieve stevigheid is dat natuurlijk wel van belang als je een opening maakt in de vloer. Zo ontstaat dus dat type van de galerijkerk. En daarmee kom ik op de remonstranten, die ik al eerder heb genoemd. De remonstranten zijn eigenlijk een verhaal apart. Vooral omdat het een afscheiding is van de officiële kerk, hè, van de publieke kerk. En ook omdat ze ja, ook veel aanhang hadden, ook in de machtselite in Amsterdam. Ik heb u al verteld dat ze daar 1622 een comeback hebben. In 1628 richten ze zich met een verzoekschrift aan de Staten van Holland om vrijheid te krijgen voor de uitoefening van hun godsdienst. Dat verzoekschrift, dat wordt niet alleen ondertekend door bekende remonstranten, maar ook door echt bekende regenten in Amsterdam, zoals Van der Pol, Van Beuningen, Bikker, Haaslaar, Hooft, Huydenkoper en Reaal. Nou, dat zegt al genoeg, hè, als ik u deze namen noem, dat zij allemaal een verzoekschrift van de remonstranten mede ondertekenen. En ja, het is ook wel interessant om te vermelden dat de Staten van Holland eigenlijk dan zeggen, reageren op dat verzoekschrift van wij gaan er niet over, wendt u zich tot de magistraat. Maar ja, ze waren dat zelf. Dus ze konden vervolgens zelf besluiten om de remonstranten toestemming te geven om een kerkgebouw te stichten. Die toestemming die krijgen ze in 1629, dus dat is best wel vroeg. En dan wordt in 1630, en dat is op zich, ja, wijkt het af bij de katholieken, want hier wordt er echt een volledig nieuw gebouw neergezet. Dus dit is niet een huiskerk waar een opening is gemaakt in een zoldervloer. Nee, dit is een volledig neergezet kerkgebouw. Maar het is wel opvallend dat het ook een galerijkerk is. Hè? Alsof, en dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat men toch een beperkte oppervlakte had en men zoveel mogelijk gelovigen wilde huisvesten. Dus je ziet hier op deze gravuren ook heel duidelijk dat het een galerijkerk is. We kijken eigenlijk tegen de achtermuur aan en die is even weggenomen, zodat we het hele houtskelet kunnen zien. En dat houtskelet, want het is dus een pand met een houtskelet. En dat houtskelet houdt niet alleen die kappen overeind, maar vormt ook de galerijen. Want u ziet heel duidelijk links en rechts ziet u de zuilen, waardoor dat houtskelet tot stand komt en waardoor je dus ook die galerijen hebt. Nou, de kerk is ingewijd in 1630 door Episcopius. En hij bestaat nog steeds. Als we kijken op Google Earth, dan ziet u hier ja, een luchtfoto. U ziet de Keizersgracht. Bij de pijl is de ingang van oorspronkelijk gewoon een gang door een woonhuis heen.
om vervolgens op het binnenterrein te komen waar dus een enorme kerk staat. De situatie aan de gracht is nu zo. Oorspronkelijk was het helemaal niet te zien dat daar de Remonstrantse kerk was. En, sinds de 19e eeuw is dat wel het geval, want er is een poortgebouw neergezet die een duidelijke kerk met kerkramen, waardoor je dus wel het idee hebt dat daar een kerk is. Maar het is alleen maar het poortgebouw. Oorspronkelijk stond daar gewoon een woonhuis met een poortje erin. Dat kunt u heel duidelijk zien op de tekeningen. U ziet vier woonhuizen. Boven is de 17e eeuwse situatie, dan onder de 18e eeuwse situatie. En dan zie je, zowel boven als in het tekentje boven als het tekentje daaronder, zie je een poort. Er zijn twee poorten die naar de Remonstrantse kerk leiden. Die dus met een gang door die woonhuizen heen. Kunt u hier ook zien op deze platte gronden. Dan ziet u op de 17e eeuwse situatie ziet u gewoon een gang lopen door het woonhuis. Door het woonhuis heen, helemaal naar achter toe waar de galerijkerk is gebouwd. En dat is vanaf de 19e eeuw is dat veranderd. Want toen is er een poortgebouw neergezet. En dan ziet u dus geen gang meer, maar eigenlijk een hele grote hal. Die toegang geeft voor de schuilkerk. Hier ziet u dan de schuilkerk op het achterterrein. De zijgevel ervan met 17e eeuwse bolkozijnen. Er zijn later steunberen tegenaan geplaatst. Hij is eigenlijk niet echt nodig, omdat het een kerkgebouw is met een houtskelet. Dus dat betekent dat je eigenlijk niet eens muren nodig hebt, want het houtskelet houdt eigenlijk alles overeind. Dus die steunberen zijn eigenlijk niet nodig. Het is eigenlijk een beetje een raadsel waarom er later steunberen tegenaan gezet zijn. Kennelijk vertrouwde men dat houtskelet niet meer zo. Hier ziet u die galerijkerk dus. De Remonstrantse kerk, ook weer van hetzelfde type als wat we eerder hebben gezien, maar dan wel zo gebouwd als galerijkerk. Driebeukig, een schip met waarvan de zijbeuken dus de galerijen zijn. En het is ook wel opvallend dat de preekstoel natuurlijk heel centraal in het midden staat, want dat is natuurlijk bij de protestanten. In dit geval de Remonstranten, wat toch een afscheiding is van, in feite ook protestants is. Is dat natuurlijk toch een typerend dat de preekstoel het centrale focuspunt is in het kerkgebouw. Niet het koor, zoals bij de katholieken, maar de preekstoel. Daarboven is een orgel. Dat orgel dat werd niet direct in de 17e eeuw gebouwd. In 1690 heeft men het besluit genomen om een orgel neer te zetten. Dus dan gebeurt dat dus ook. Vandaag de dag is het discussiecentrum De Rode Hoed. Hè? Dus daar ziet u hier de foto van. Bij de ingang... Ik ga nu naar de doopsgezinde kerk bij het Lam. Wou ik tot slot ook nog even behandelen. De doopsgezinde kerk aan het Singel, dat is eigenlijk vlak naast de Krijtberg. Eigenlijk van hetzelfde idee. Dus je hebt ook een gang die weer leidt naar het binnenterrein. Met poortjes. In dit geval is er zowel aan het Singel als aan de Herengracht een poortje. Dan kom je door een gang of door een steegje, kom je dan uiteindelijk op het binnenterrein uit. Hier ziet u het woonhuis. En hier bestaat dat nog, dus dat kunnen we hier nog zien. Want hier zien we het 17e eeuwse woonhuis met het poortje linksonder. Die leidt tot een gang. Dus dat is een situatie zoals bij de Remonstrantse kerk ook geweest is, maar niet meer bestaat. Maar bij de doopsgezinde kerk is dat wel nog helemaal de situatie zoals die al vanaf de 17e eeuw bestaat. En als we daar dan binnenkomen, dan zien we dat dit ook weer een galerijkerk is, met aan drie zijden een galerij. De preekstoel zit hier niet op het uiteinde, maar eigenlijk op
op de zijgevel. Dus dat is op zich wel heel erg opvallend. U ziet ook dat ja, eigenlijk hetzelfde idee met galerijen, met zuilen. Met daartegenover een preekstoel en daarboven een orgel, die ook hier in dit geval later is toegevoegd. Ja, hier ziet u de plattegrond van de doopsgezinde kerk. En dan ziet u dus dat dit geen traditionele driebeukige kerk is, met een schip en twee zijbeuken. Maar dit is eigenlijk, zoals we dat noemen, centraliserend. Dit is een soort centraalbouw. Centraal staat de preekstoel en daaromheen is het gebouw als het ware omheen gebouwd. En die galerijen die zijn er ook omheen gebouwd. Dus je hebt een driezijdige galerijen en die zijn allemaal gericht op die preekstoel. Dus je hebt hier niet dat idee wat eigenlijk nog een beetje aan een katholieke kerk herinnert van een schip met zijbeuken. Dat heb je hier niet. Je hebt hier echt een galerijkerk volgens het geheel moderne type wat je eigenlijk nodig hebt voor het protestantse geloof, of in dit geval dan het doopsgezinde geloof. Alleen bij de katholieken heb je een koor en dat heb je hier gewoon niet. Hier is ligt de nadruk op de preekstoel. Je ziet trouwens ook heel mooi dat die galerijen, ja, dat die eigenlijk gewoon voor die ramen langslopen. Dus die galerijen die zijn echt een toegevoegd element in eigenlijk gewoon een zaal, een grote zaal. Je zou het ook een zaalkerk kunnen noemen met galerijen. Ja, en daarmee ben ik eigenlijk aan het einde gekomen van mijn verhaal voor vanavond. Ik heb dus laten zien dat de schuilkerken in Amsterdam eigenlijk geen schuilkerken zijn. We noemen ze wel zo, omdat ze vanaf de straat niet zichtbaar waren, maar iedereen wist waar ze waren, want ze werden gewoon gedoogd en toegelaten. Men hoorde ook gewoon de muziek spelen. Men hoorde gewoon de muziek op straat. Dus iedereen wist waar die schuilkerken waren. Het was gewoon bekend. Dus eigenlijk is die term schuilkerken is niet helemaal juist. Het werd namelijk gedoogd. De reden waarom we schuilkerken noemen is omdat ze vanaf de straat niet zichtbaar mochten zijn. Dat is eigenlijk die eis die werd gesteld. Maar er was in Amsterdam wel vrijheid van geweten en van godsdienst. In die zin dat de andere geloven naast de publieke kerk in Amsterdam werden toegestaan. Ze werden gedoogd. Maar zolang ze maar niet al te zichtbaar en nadrukkelijk aanwezig waren. Dus niet zichtbaar vanaf de straat. Eigenlijk was dat de enige eis. De kerkenraad die vond dat het echt allemaal opgerold moest worden door Schout en Schepenen. Maar dat gebeurde dus gewoon in Amsterdam niet. Waardoor zich een hele ontwikkeling kon ontstaan van steeds grotere schuilkerken. En we zullen volgende week zien waar die ontwikkeling uiteindelijk toe leidt. En dan zal ik ook iets zeggen over het verschijnsel van de galerijkerk. En daar zal ik de volgende keer toch nog iets meer over zeggen. En dan zal ik ook laten zien dat er uiteindelijk hele grote kerkgebouwen worden neergezet die wel vanaf de straat zichtbaar zijn, maar die ook nog galerijkerken zijn. En die galerijkerk is een typische Amsterdamse uitvinding. En daar zal ik het volgende keer over hebben. Dus dit verhaal moet ik nu beëindigen, omdat de tijd vol is. Maar we gaan de volgende keer gaan we verder. En dan ga ik dus nog iets meer vertellen over de schuilkerken als galerijkerken. En over welke ruimtelijke ontwikkeling uiteindelijk, waar die ruimtelijke ontwikkeling, waar ik een schets van heb gegeven, uiteindelijk toe zal leiden. Als er nog een vraag is, dan kan dat vooral. Dus er was ook iemand die een vraag had, maar ik kreeg niks te horen. Ik zag wel een handje. Maar misschien dat die poging nog een keer kan geprobeerd worden. Is er nog een vraag? Ja, zou ik een vraag mogen stellen? Natuurlijk. Over de Joodse synagogen. Hadden die, zijn die qua bouw te vergelijken met de katholieke en protestantse kerken? Ja, nou, dat is dus het onderwerp van de volgende keer. Ik heb het opgesplitst in twee gedeeltes. En de Joden komen dus de volgende keer ter sprake. Dank u. Dus... U bent er de volgende keer ook bij?
Is dat volgende week? Nee, de volgende keer is... 10 maart. 10 maart. 10 maart, ja. Ik ga het zo al noteren. Ik dank u wel. Ja, dus die vraag die, laat ik even rusten, omdat dat, het toch, dat wordt behandeld de volgende keer. Dus dan zullen we zien dat de galerijkerk en de synagoge, dat dat heel veel met elkaar te maken heeft. Maar dat is het onderwerp van de volgende keer. Is er nog een andere vraag? Ja, ik heb al een vraagje. Waren er ook niet getolereerde geloofsgemeenschappen in Amsterdam, die dus wel moesten schuilen in een kerk? Trinitariërs, anti-trinitariërs, of hadden die geen kerkgebouw, geen gebouwtjes? Sorry, wie zegt u? Nou, de anti-trinitariërs, gemeenschappen die daar niet toe, nou ja, die wel verboden waren en gemeenschappen hadden. In principe, nee, kijk, in principe is het zo dat alle andere geloven dan de officiële toegestane kerk, hè, de publieke kerk, verboden waren. Maar in de praktijk werd iedereen gedoogd. En daarin werd geen uitzondering gemaakt. Dus nou, de anti-trinitariërs hadden het moeilijk. Ja, sommigen hadden het inderdaad moeilijker als anderen, dat is waar. De Lutherse bijvoorbeeld, die hadden het helemaal niet moeilijk. De Joden ook niet. Ik zal daar de volgende keer iets meer over zeggen. Het verschilde nogal. Ja. Het verschilde eigenlijk, de gradaties waarin dingen werden toegestaan, die gradaties waren er wel. En sommige werden meer toegestaan dan andere. Okay. De echte onderdrukking was niet in de 18e eeuw en ook niet eind 17e eeuw, maar vooral begin 17e eeuw. Hè? Want toen de republiek nog jong was, zijn er echt kerkdiensten gesloten. Het kwam overigens ook regelmatig voor dat op basis van een klacht er door het stadsbestuur werd opgetreden. Dat gebeurde af en toe wel degelijk. Dus ja, het was een complexe situatie, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Er valt echt heel veel over te zeggen. Bijvoorbeeld neem die kerk op de Raamgracht, waar ik het net over had. Dat is dus, even kijken, dat is dus deze. Ja, daar is het verhaal bekend dat door de kerkenraad werd geklaagd dat men, als men wandelde over de Raamgracht op zondag, dat men de kerkdienst gewoon kon horen. Dat men de mensen hoorde zingen. En men vond dat aanstoot gaf. Dat was, de kerkenraad vond dat een aantasting van de openbare orde. En men verwachtte van het stadsbestuur dat daar tegen werd opgetreden. Nou, het stadsbestuur moest wel iets doen als de kerkenraad een dergelijke klacht indiende. Dus de priester werd ontboden op het stadhuis. En er werd tegen hem gezegd, van, ja, we hebben een klacht gekregen van de kerkenraad. Jullie laten de ramen openstaan. En met als gevolg daarvan kan je op de gracht kan je gewoon de kerkdienst horen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dat is een aantasting van de openbare orde. We willen geen klachten daarover krijgen. Dus willen jullie voortaan de ramen dicht houden? Dan kun je het op straat niet horen. Nou, dat was dan de oplossing van het stadsbestuur. Dus de kerkenraad vond het natuurlijk maar niks, want die verwachtte dat de kerk werd gesloten. Maar dat gebeurde dus niet. Dus het stadsbestuur was gewoon heel liberaal. En alleen als men vond dat de openbare orde werd aangetast, dus dat men bijvoorbeeld, dat er dingen gebeurden die de strijd in de godsdienststrijd in de stad zou doen oplaaien. Hè? Dus als men vond dat men de openbare orde verstoorde, dan was men geneigd om echt op te treden. Maar dan was dat niet omdat men een bepaalde godsdienst wilde verbieden, maar omdat men bang was voor de verstoring van de openbare orde. Dus als men heel radicaal was en bijvoorbeeld opriep om in opstand te komen of wat dan ook, ja, dan vond men dat de openbare orde was verstoord. Of als men zei dat de Calvinisten gek zijn. Kortom, men wilde gewoon niet dat de openbare orde werd verstoord. Dat was het criterium. Niet dat men een ander geloof aanbiedt. Is er nog een andere vraag? Ja, ik heb nog een vraag.
begrepen. Was dat uniek dat Amsterdam dat gedoogbeleid uitvoerde? Of waren er ook nog andere steden in Holland die dat gedoogbeleid toepasten en dat er huis- en schouwkerken waren? Of is dat echt uniek voor Amsterdam alleen geweest? Nee, dat is niet uniek voor Amsterdam. Ook in andere steden was er een dergelijk gedoogbeleid. Dus dat is niet uniek voor Amsterdam. Wat wel heel uniek is, is dat in Amsterdam, ik het idee heb dat in Amsterdam die galerijkerk die ik heb beschreven is uitgevonden, dat zich dat in heel Holland heeft verspreid. Maar ik zal daar volgende week, nou dat is niet volgende week, maar op 10 maart zal ik daar ook meer over zeggen. Maar het is dus niet uniek voor Amsterdam. Nee, absoluut niet uniek voor Amsterdam. Amsterdam was wel verreweg de grootste stad, met ook verreweg de meeste gezindten als gevolg daarvan. Hè? Dus in andere steden had je ook wel wat andere gemeenschappen soms. Maar Amsterdam zette echt wel, was wel een verhaal apart, omdat het zo'n hele grote stad was met zoveel inwoners. In de 18e eeuw zelfs 200.000 inwoners. En daarmee was Amsterdam verreweg de grootste stad van Nederland. Had ook het meest cosmopolitische karakter en ook de meeste gezindten. Want ik heb bijvoorbeeld, je had bijvoorbeeld ook de Syrische Orthodoxe Kerk, hè, om maar even iets te noemen. Want ik heb in het overzicht wat ik heb laten zien, heb ik ook nog een categorie overig. Je had ook nog allerlei overige, die ik vanavond niet eens heb genoemd, maar ook nog allerlei andere hele kleine gemeenschappen. Bijvoorbeeld de Armeense Kerk had je ook nog. Dus zo zijn er meer voorbeelden van allerlei andere gemeenschappen in Amsterdam. Want Amsterdam was gewoon heel cosmopolitisch in de 17e en 18e eeuw. Dat betekent ook heel veel religieuze gemeenschappen. En daarin wijkt Amsterdam denk ik wel af ten opzichte van andere steden in Holland. Oké, dank u. Is er nog een andere vraag? Zo te horen niet. Walter, het was weer een fantastische presentatie. Hartelijk dank. Wij zien jou inderdaad 10 maart terug voor het tweede deel. Ja, op 10 maart inderdaad. En dan hopen wij weer meer te horen over de rest van de schuilkerken. Hartelijk dank. Allemaal een fijne avond verder en... we kunnen misschien in de loop van de maanden wel weer samenkomen, maar op het ogenblik gaat het nog niet. Dus ook de volgende keer wordt het gezoend. Okay. Hartelijk dank. Tot ziens. Dank je wel. Heel veel dank. Oké, tot ziens allemaal dan. Ja, oké. En tot 10 maart, hè? Ja. En gezond blijven. Hartelijk dank. Ja, ja. Bedankt.